Hey, maar, Stan en Annick, zeg ik het goed? Stan en Annick, hè? Ja. Waar ga ik jullie eerst bij feliciteren? Met jullie geregistreerde partnerschap of met de nieuwe zaak? Ja, allebei eigenlijk. Allebei. Want het is vandaag allebei tegelijk. Ja, dat is, ja, het is misschien niet helemaal bijzonder, maar jullie doen het natuurlijk ook uit zakelijke overweging, neem ik aan. Ja, ja. Klopt. Ja. Maar het is wel een mooi heugelijk feit. Ja. Vandaar ook dat de familie erbij zit. Ja, dus de schoonfamilie en de ouders van. Beetje pijn. Maar... Ja. Ja, nee, maar jullie zijn echt net open. En, ja. Jullie gaan vandaag van start. Ja. Maar kunnen jullie even heel kort zeggen wie jullie zijn? Want ik kom al binnen met een mooi verhaal. De ziel van de dag ben jij vandaag bij Omroep Zeeland. Ja, ik was benaderd door Omroep Zeeland. En vandaag was ik om 6:15 ochtends op de radio. Daar live. Als ziel van de dag. Als ziel van de dag. En waar ben je geboren in Zeeland? Ik kom oorspronkelijk uit Maastricht. Ja, nou dat... kan ik ook horen. Ja. Dus dat was wel heel bijzonder. Ja, ja. Een beetje ironisch. En wat mocht je vertellen over de nieuwe zaak? Of? Ja, ik mocht vertellen hoe de dag eruit ging zien. En wat we gingen doen. En waar wij voor staan. En wat wij gaan doen als praktijk. En hoe de dag ging zijn. Ja, want STIK, zeg ik het dan goed? Of STIK? STIK. Gewoon STIK. Ja. STIK, ja. Fysiotherapie en Personal Training. Ja, en even heel kort, want ik zag al op de site, je zei het ook zelf al, een beetje anders dan andere fysiotherapeuten. Wat onderscheidt jullie van de anderen? Ja, wij kijken vooral heel erg holistisch naar het lichaam. Dus we zien het lichaam echt als één geheel. Dus als mensen bijvoorbeeld bij ons binnenkomen en ze komen bijvoorbeeld met een knieklacht, dan kijken wij ook naar de heup, naar de knie en de enkel, omdat het natuurlijk één geheel is. En het kan zelfs ook voorkomen dat we naar de lage rug kijken. Nou, dan kijken we gewoon even hoe de mechaniek is van al die gewrichten en hoe die gepositioneerd staan op elkaar. En dan kan het soms zo zijn dat we echt een been letterlijk iets rechter zetten. Ja. Oké, helder. Ja. En dat doe jij, ik ben ook nog personal trainer. En dat is ook in de zin, als ik zeg van nou, kan wel wat van het buikje af hier zo. Ja, dan kan jij me daarbij helpen. Precies, ja, dan ben je het goede adres. Nou, oké, dat is heel goed om te weten. Ja. En jij bent wel een Zeeuwse van oorsprong? Ja, ik kom ook echt uit Middelburg. Oké, okay, ja. Dus voor jou is het een soort thuiswedstrijd? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar jullie zitten in het pand, wat voor nummer is het ook weer? Damplein? Damplein 32. Ja, nou, dat is het is een mooi groot pand. Ja. En jullie hebben ook de bovenverdieping erbij. Ja, allemaal zeker. Praktijk. Ja. Nou, dan wil ik dat wel even heel graag zien, want ik ben in het verleden geweest en daar heb ik kapper gezeten en kantoor van Unive. Maar nu jullie dus. Ja, is leuk. Dus apparatuur. Want jullie zijn wel een langere zelfstandige ondernemer, toch of niet? Nee, dit is de eerste zaak voor ons. Ja. Okay. We zijn vanuit loondienst samen dit op gaan zetten. Oké, zaten jullie dan bij dezelfde baas? Ja, en daar hebben we elkaar kunnen leren kennen. Oké, okay. Jullie zitten nu natuurlijk ook wel met beperkingen van corona, of valt het mee? Ja, klopt. Ja. Ja. Want je hebt medisch versus sportief. Klopt, ja. Mag jij dan wel je werk? Mag je als fysiotherapeut, als je dan een behandeling inzet om te trainen, mag je binnen trainen. Maar als het echt puur personal training is, dan mag het eigenlijk niet. En dus dat mag het niet. En dan kunnen we gebruik maken van de tuin. Oh, dan, ja, want die heb je ook, ja. Ja, dus nou, ja. Kunnen we ook een tent opzetten. We hebben een tent gekocht, dus die kunnen we... Dus jullie zijn wel voorbereid op allerlei beperkingen die er nog komen. Dit is ook een behandelruimte voor fysio. Dit is eventueel een zithoekje om de training na te bespreken of te evalueren. Kom je in de tweede behandelruimte. Deze is vrij ruim. Dus, die is zeker groot zeg. Hier hebben we ook nog mogelijkheden in de toekomst om bijvoorbeeld nog een taxitafel kwijt te kunnen. Vooral fijn bij rugklachten om in te zetten. Ja. Het is keurig onderhouden ook dat tuintje. Dat hebben jullie nog niet hoeven doen denk ik. Nee. Dit is voor nu zo netjes achtergelaten. Het is wel de bedoeling dat we het gaan onderhouden natuurlijk. Ja, maar hebben jullie er überhaupt veel aan moeten doen? Want jij hebt toch wel eventjes geklust toch? Nou, een week. En eigenlijk omdat we graag een invalide toilet wilden. Zodat het toch ook voor mensen in de rolstoel toegankelijk is. En daar is wel een aannemer voor geweest. En voor de rest hebben we gewoon heel veel echt gewoon goed schoongemaakt. En nog een extra aansluiting voor water voor de koffiemachine. En allemaal dat soort wat kleinere klusjes, zeg maar. Maar het was eigenlijk helemaal gerenoveerd door de vorige huurder. Ja. En dat was natuurlijk echt geweldig. Nou ja, ideaal. Dan kan je er inderdaad zo in. En nog even samengevat, want jullie hebben ook een website, STIK. Ja, .nl, is dat het? Ja. st-iek.nl. Precies, en waar die afkorting, waar staat het voor? Stan, nee? Stan en Arniek. Ja, toch, ja. Het is zo simpel als het,
Ja. Nee, maar dat is duidelijk. Ja. Okay. En zijn er nog andere details alle dagen geopend? Kunnen mensen... Ja, 8 tot 8. Iedere dag van 8 tot 8. Oké. Okay. Behalve het weekend natuurlijk. En als je gewoon belangstelling hebt, kan je gewoon zo binnenlopen? Of moet het altijd digitaal eerst even? In principe is het makkelijkst om het even via de website te doen. Je kan een appje doen, je kan een mailtje doen, je kan het formulier invullen. Want als we zelf aan het behandelen zijn dan weten we niet zo goed wie er daar nee, is. Nee, precies. Nee. In de zaal. Want jullie zijn met z'n tweeën, jullie zijn het bedrijf, dus ook de administratie, de receptie. Alles, maar dan is het dus ook meteen heel persoonlijk. Dus dat is heel goed. Ja, klopt. Nou ja, daar rest me weinig anders dan te zeggen. Heel veel succes met jullie nieuwe bedrijf hier. En jullie plekje. Nou, dat komt wel goed met dat plekje, denk ik. En ook met de relatie. Want het is toch bezegeld nu. Ja, precies. Tot de volgende keer.